Hallo bij Legion en welkom bij een nieuwe video van de Overwatch Beta. Nog steeds in Early Access op dit moment. En we gaan deze keer met Pharah spelen. En Pharah is behoorlijk OP volgens mij. Als we namelijk hier naartoe gaan ook. Zij heeft een ultimate, dat is een barrage. Launch a continuous volley of mini rockets. Dus dat is wel een beetje OP. Jump jet, fly rapidly upwards. Ik weet niet als ik moet moven. Concussive blast. Launch an explosive blast to knock back enemies. Een rocket launcher en hover jets. Dus dat klinkt zeer interessant. En ik ben benieuwd hoe het allemaal werkt. Dit was hover volgens mij, ja. Dan kunnen we wel omhoog, dus heeft een soort van jetpack. Dat is fijn om te weten. Dit is mooi omhoog vliegen. Je glijdt wel van de daken af. Met het idee is op zich goed. En dit is dus een rocket launcher. Even wennen om mee te spelen. Voor mij kun je beter met splash damage je daarop focussen. Mooi, die is neer. Het is even echt totaal iets anders dan de vorige twee characters die we hadden. En dan Genji en McCree waren dat. En ik wil nog kijken of ik een keer payload voor elkaar kan krijgen. Want ik klik nou gewoon elke keer op quick play. Maar eigenlijk wil ik natuurlijk... Oh god. Eigenlijk wil ik natuurlijk... Wat? Triple kill? Holy crap, oké. Maar eigenlijk wil ik natuurlijk payload even doen. Omdat dat mijn favoriete game mode is bij Team Fortress 2. En ook in de vorm van Safeguard bij Black Ops 3. Maar dat ging op zich nog wel lekker. Ik had ook nog die Concussive Blast kunnen gebruiken. En ik neem aan dat dit dus een soort domination is. Nou, ik moet zeggen op zich die rocket launcher die is wel redelijk effectief. Ik moet dan een beetje op ons HP letten. Auw. Daar gingen we dood. Oh, dat was ook een dude in mijn rug trouwens. Nee, dat was niet de dude die mij killde. Een duw met een crossbow. Of een gewone bow bedoel ik, geen crossbow. Oké, we hebben ook onze missile barrage. Waarom staan de fucking drie teammates van mij op de spawn still? Geweldig. Ik weet niet wat voor game mode dit precies is trouwens. Auw. Dat was netjes. Ja, en mijn stem, dat merk je wel denk ik. Mijn stem gaat steeds verder naar beneden. Ah, die heeft ook echt zo'n charge power. Oké, duidelijk. Duidelijk. Waar gaan ze even naar boven? Eens even kijken of we die sniper kunnen nakken. Gelijk hier ook vanaf? Ja, helaas wel. Kunnen we hier langs lopen? Ja, dat kan. Ai! Of zoiets hoorde ik. Fuck jou, sniper bitch. Oké, ja, ik ook. Ik help je mee. Ik ben nog even aan het wachten op mijn specialist, zoals je merkt. Totdat er meer enemies zijn. Oh, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Oh, kut. Oké, dan wat doen we? Oh, god. Oké. Dat is eigenlijk wel kut. Ik dacht dat we rond konden blijven lopen. Dat was ook fijner geweest. Fuck jou. Kut, die was mis. Die concussive is ook even wennen, want die schiet je dus af. Ik dacht dat de concussive op de grond was, maar dat is het dus niet. Zo, so, damn. Je zult me wat meer horen hoesten, denk ik, in deze video. Maar op zich, de character, ik vind het wel chill. Het is echt even keihard wennen. Omdat ik natuurlijk een melee character en een dude met een pistol gewend was. Maar die rockets, het werkt wel heel erg goed. Je moet alleen dus rekening houden dat je ja, langzamer bent eigenlijk. En voor dingen aan moet schieten. Anders dan raak je ze gewoon niet. Stond er nog wel of geen duw? Oké, dat is oké. Zo! Die vlog ver, die dude! Oh, kijk, hier, daar hebben we wel de draak. Ik zei nog in de vorige part, maar ik wist niet zeker of dat een special was. Maar dat is het dus wel. En ik wist het dus niet zeker in de vorige video, maar dat is dus een awesome special. Die is fucking ziek namelijk. Zie die draken gewoon joh, dat is fucking cool. Dat is echt fucking cool. Oh, objective failed. Okay. Round 2. Hebben we nou een andere objective? Ja, blijkbaar. Oké. Okay. Genji is, but am I still welcome?
Nice. Kunnen we die er daadwerkelijk intikken? Dat zou cool zijn. Wacht, zou dit werken? Oh god. Dat rekt dan. What the fuck? Die ene duurt er gewoon een pijl in geschoten. Geweldig. Five, fucking four, cool. Three, so nice. Two, one. Round two. Capture the objective. Woep woep. Clearing the area. Die concussive blast die werkt dus wel, omdat hij echt gewoon wegboost, maar het is even wennen natuurlijk. Het is de eerste keer dat ik met een character speel. Maar alles doet zijn werk wel goed. Jij bent een schaatspitch ofzo. Oh oh. Oh, Harmony Orb gained ofzo van iemand. Geen idee wat het is, maar het zal wel. Ik heb meerdere lui gekillt blijkbaar. Dat is fijn om te weten. Fuck jou. Ik behandel dit echt een beetje als Quake en oude Doom en shit. Oh, was het oude Doom? Nee, meer Quake eigenlijk. Ik behandel meer als Quake en Unreal Tournament, dat was het. Doom had het niet echt op die manier. Dat was altijd wel leuk. Zo behandel ik dit character gewoon en het werkt redelijk goed. Ik weet niet hoeveel kills heb ik. 13 en ik ben 5 keer dood gegaan. Dat is redelijk netjes toch? Nog te doen. Mits ik een beetje hit. Wacht. Fuck jou. Mooi, die zoek ik neer. Dan gaan we eens even daar kijken. Ah, oh, kutzooi. Ik wou echt net wegvliegen en dan van boven hitten. Maar het is een fijn character om mee te spelen, naar mijn mening. Echt een heel fijn character, omdat je redelijk snel bent en kunt dodgen eigenlijk. Als er gewoon heel veel enemies zijn, doe gewoon dit. En dan vlieg je de lucht in en dan racht je ze dan neer met die rockets. Dat werkt wel. Maar ja, we gaan nog even één keer die specialist doen met die barrage. En daarna gaan we even switchen van character. Dus dan gaan we een ander character proberen en kijken hoe goed die is. Of slecht, maar tot nu toe van de drie characters die ik heb gespeeld, vind ik ze alle drie fijn. Dus op zich is dat goed nieuws natuurlijk. Netjes. Was dat ook zo'n rocket, dude? Ja, dat was dezelfde als wat ik had. Dat was wel netjes. Goed gedaan. Back into the fray. Game. Maar ja, hoe precies deze game mode werkt, weet ik dus niet echt. I am taking the objective. Join me. Omdat het echt gewoon één objective is en dan krijg je punten dus, percentage. En daar moet je het mee doen, lijkt me. Auw, dat hurt. Ah, oh, kut, hij met zijn die ding. Ik wou hem echt net hitten met die concussion shit. Dat zijn super, ook voor de duidelijkheid. Oh, dat. Nou weet ik ook wat hij doet. Is ook wel fijn om te weten. Hij doet dus een dansje. En hij schiet ondertussen in het rond. Dat lijkt op de imp van Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Die heeft dat ook als een van zijn attacks. Maar niet als super, maar gewoon als normale. What the fuck is die duurt dan? Enemy turret down. Mooi. Man en turret neer. Oké. Daar gaan we dan. Hey, die specialist. Oké, ik gebruikte hem misschien niet helemaal ideaal. Maar ik vond hem nou ook niet echt echt geweldig. Het doet weinig damage. Je zou verwachten dat het ding meer damage moet doen. Voor mijn gevoel. Fuck jou. Maar ja, zoals ik zei, naar mijn mening doet het veel te weinig damage. Oh, 5 kill streak. Hallo. Uh-oh. Ik weet niet waar hij die deed, maar... Ja, ondertussen wat ik sowieso gebreed in mijn... Oh, nice. In mijn rug. Oh, weg hier. HP, HP, HP. Much better. Oh, ja, daar trap ik dus lekker niet in, vriend. Ik heb bijna mijn barrage weer. Oké, steel trap. Is die man hier weer? Die man probeert mij echt te maken. Dan doen we lekker dit. Ik denk niet dat hij weet dat ik dit kan.
Ja, nee, het doet te weinig damage. Die super vind ik niet als te chill. Het doet gewoon te weinig damage. Maar voor de rest... Ik heb in ieder geval een paal gekillt hier. Oh. 10 player killstreak. Mwah. Ik heb niet te klagen. Fuck jou en jouw turret. Oh. Oh. Fuck jouw kut turret. Mooi, zijn turret. Yay. Dat ging redelijk goed. Dat ging echt redelijk goed. Daar ben ik er heel blij mee. Dat was wel heel erg leuk om te doen ook. We gaan even changen van character, zoals ik zei. We gaan naar de Reaper toe. Die hebben we al een paar keer tegen ons gehad. Ik neem aan. Even kijken wat zijn dingen zijn. Nou, Death Blossom, dat weten we dus. Shadow Step, teleport to a targeted location. Ja. Move faster and become invulnerable, but you cannot shoot. Rayform, ja. Short range spread pistols, dat is gewoon de guns. En de Reaping collect soul globes to restore health. Oké. Klinkt allemaal wel positief en goed. Klinkt behoorlijk duister, maar het klinkt op zich wel goed. Dit is dus dat we niet gehit kunnen worden, maar we kunnen ook niet schieten. Dan is dit teleport volgens mij. Nee. Wat is dat? Oh ja, wel teleport. Toch. Kijk, en nou spawn ik achter deze jongen. Als ik nou nog... Oh, hij doet dat ding. Mooi, hij is dood. Dat ging goed. Auw, dat ging minder goed. Wat was mijn killstreak eigenlijk? Ik heb geen idee. Ik was 27 om 9. Ja, dat met die rockets werkte dat wel heel erg goed. Dat was echt een fijn character. Alleen, de super vind ik niet krachtig genoeg. Die barrage of missiles die doen naar mijn mening net wat te weinig damage. Maar ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik weet niet waar die jongen naartoe is gelopen. Maar hier niet in ieder geval. Oké, die is dood. Death comes. Fuck jou. Het is wel leuk dat je kunt teleporten, maar wederom, het is een compleet andere speelstijl zoals je merkt. Wat je nu namelijk doet is gewoon... heel veel teleporten en zorgen dat je achter enemies kunt komen. Dat is wat je probeert nu. Om ze dan te nakken, zeg maar, met je guns. Dus het werkt wel, maar het is, zoals ik zei, echt een compleet andere speelstijl. Ja, daarboven is iemand. Ah. Oh. Zoals nou ook, ga ik even teleporten, dan sta ik hier in een hoekje. Dan sta ik naast hun. In de hoop dat dat een beetje werkt. Daar hebben we souls voor HP. Ik heb ook mijn super. Oh, hij gebruikt zijn special ding. Dat kan ik ook. Yay, weer een 5 player killstreak. Dus ook dit character kun je wel killstreaks mee halen. Daar is een enemy volgens mij. Hallo. Ah, kutzooi. Ik denk, misschien stopt hij met schieten of zo. Ik weet niet wat. Ja, dat was het moment dat ik moest gaan schieten. Moment van reloaden. Kutzooi. Maar ja, we zullen die Death Blossom eens proberen. De stemmen zijn ook wel goed gedaan. Voice acting in de game is behoorlijk goed naar mijn mening. We gaan dus even teleporten, dan... Oh god, wat is dat dan? Een tankje. Die is wel cool. Die is best wel fucking awesome. Een fucking tank. Dat is geweldig. This is my large targets such as Reinhardt en Winston. Oké. Okay. Goed om te weten, dus deze guns zijn behoorlijk powerful, helemaal tegen lompe targets. Oké, wij gaan naar achter teleporten. Oh, kut, sorry. Ik wou eigenlijk wachten op meer lui, zodat er zeg maar 3 om mij heen zouden staan ofzo. Dat was mijn hele idee daarbij. Zodat ik meer lui zou hitten met mijn Death Blossom.
En we, nou moeten we heel snel zijn, want die lui zijn aan het capturen. We hebben bijna verloren. Ze hebben gewonnen nu. Sorry. Dit is de Death Blossom. Ik laat hem nog even zien. Je draait dus dan rondjes en spreekt iedereen dood. Dat is het hele idee. Maar de Reaper op zich vind ik niet slecht. Maar ik vind Pharah vind ik gewoon fijner om mee te spelen. Maar de Reaper, dude, is wel goed. Met dus een beetje een andere speelstijl. Eentje die ik wat minder fijn vind. Persoon. Maar ik ga even uit deze match. Dan zullen we even de lootbox gaan openen. En hebben jullie dat ook gelijk gezien wat het inhoudt. En dan gaan we daarna nog weer een nieuw potje spelen met een nieuw character. Om die ook nog even te bekijken. Maar 32 eliminations. 44% kill participation. Niet slecht. Ik sta dus wel ergens bij een ding. Like ook echt gewoon. Ik heb gewoon 5 fucking likes. Waarom krijg ik likes? Van welke mensen? Ja, ik vind het prima, maar... dat is nice. Dat is wel leuk gedaan op zich. Dus mensen kunnen liken. En ik weet dus niet waarom, maar ik kreeg alle likes. En hier hebben we dan de lootboxes. Dan krijgen we gelijk al lootbox hype in de chat. Nee, dat doen we niet. Maar je kunt dus holden om te openen. En dan krijg je dus goed is 4 items uit. Yep. En er kan van alles en nog wat zijn. En in dit geval, nou, voice line preview. Die kun je gelijk equippen als je dat heel erg mooi vindt. Dus dat is wel handig. Hetzelfde hier. Genji, allemaal prima. Het is allemaal nieuwe dingen voor mij. Dus player icon kunnen we equippen. Dat is de Reaper. Je ziet nou rechtsbovenin het Overwatch logo. Als ik nou dit doe, dan is de Reaper. Die ziet er behoorlijk vet uit naar mijn mening. Dus dat is wel heel erg mooi. En hier hebben we Tracer. Die equippen we ook gelijk wel even. Maar je kunt dus voice lines krijgen. Maar je kunt ook... camo's krijgen ze maar, of de outfit, colors, zeg maar, al dat spul. Je kunt echt van alles en nog wat krijgen met die lootboxes. En die krijg je gewoon aan het einde van een match. Kun je die gewoon krijgen en zodoende unlock je allerlei dingen. En dan zullen we nu nog even weer een match spelen met een nieuw character. Om eens even te kijken hoe die bevalt. En deze keer gaan wij met Soldier 76. Waar we ook de tutorial mee hebben gedaan. En ik ben benieuwd... hoe die, die dude speelt daadwerkelijk. Want we hebben natuurlijk in het tutorial wel heel veel mee gelopen. Maar dan krijg je echt niet een hele goede indruk van een character. Maar deze dude kan zich volgens mij zelf healen, wat ik me nog herinner. Heeft gewoon een normale rifle. En is denk ik niet zo heel erg speciaal, zeg maar, qua dat. Sommigen hebben dus rocket jumps, zoals Pharah. Reaper die kan teleporten en weet ik dan wat. Maar deze dude is sprint. Biotic field, wat dus healed. Een volley of explosive rockets, dat is onze L2 attack. Een gewone pulse rifle en tactical visor. Waardoor je gewoon niet hoeft te aimen en iedereen kunt killen. Kan dat wat minder speciaal zou ik zijn. Maar hopelijk ook zeker wel effectief. Deze map is Route 66. We hebben net op... ik weet het niet meer of een map we net hebben gespeeld. In ieder geval een andere map. Dus de derde map waar we op spelen zijn voor mij ook allemaal nieuw. En deze keer hebben we volgens mij een payload als ik het bekijk. Dus daar ben ik wel blij mee. Het lijkt erop dat het een payload is, jongens. Nice. Daar ben ik er heel erg blij mee. Yep, dus payload, overduidelijk. Geweldig. Want die wou ik zo fucking graag hebben. Dat is echt gewoon de beste game mode in de game, naar mijn mening. Attackers incoming. Stop de payload. En ik heb gelijk al iemand gekilled, blijkbaar. Ik weet al niet meer wat mijn healing was. Dat is dit, blijkbaar. Daarmee kan ik ook die dwerg healen en shit. Fuck jou. Het schiet nog niet echt op met hun payload. Wat behind me? Waar? Ik word van alle kanten beschoten, maar ik ben wel continu aan het healen. Fijn op zich. Oh. En heel even wegsprinten. Auw. Ah, kut, sorry, die was niet geraakt. Oh, van wie ik kan wel bij hem schieten. Ik ben benieuwd of de payload ook terug gaat, want dat deed hij altijd wel bij Team Fortress. Als je niet ver genoeg was om bij een bepaalde checkpoint, dan ging hij weer terug. Oh. Fuck jou. Fuck jou. Ah, dit is gewoon een normaal soldier character, maar het doet zeker zijn werk wel. Oh.
Dat is wat minder. Auw. Heet die man nog serieus Giazo? Oh nee. Ik dacht al, wat de fuck is dat voor username, jongen? Maar veel meer. I'm not a young man anymore. Nee, gaan we deze kant weer op. Oeh, we hebben een mooi. Kunnen luisteren door alle muren heen, dat is wel handig. Dag gecombineerd met mijn visor zometeen. Zal wel helemaal handig zijn, want dan kan ik iedereen gewoon. Makkelijk killen is gewoon sprayen en in iedereen hitten. Hopelijk. Oh god. Wauw. Oké, okay, ik kom ook even aangelopen. Ah, mijn stem. Nou, ontploft dit? Nee, maar er komt wel stoom uit. Goed genoeg. Oh-oh. Maar ze hebben in ieder geval dus een checkpoint gehad. Dus waarschijnlijk zal het wel werken dan ook met checkpoint. Dat het anders terug gaat, zeg maar. Jouw draak was mis. Auw. Maar jij killde mij alsnog. Je moet ook heel precies aimen met dit ding. Dat is... Oh, dankjewel. Dat is ook een beetje een probleem. Want mijn aim is echt nog niet echt optimaal hierbij, zeg maar. Oké, we zullen visor gebruiken. We gaan gewoon doorsprayen. Dat werkt nooit tegen die grote meneer. Mijn visor is al op. Zo waardevol is die visor dus niet. Helemaal niet op die grote lijn. Hè. Dat is gewoon waardeloos. Maar hij is al dood, uiteindelijk. Ah, dat was er net naast ook. Je hebt ook geen rocket jump of wat dan ook. Je kunt niet echt snel bovenop komen. Je hebt alleen even sprint. Maar dan kun je niet schieten. Ja, hoe effectief is dat uiteindelijk? Ook niet echt. Was dat nou Duits? Iemand zei iets in Duits. Sowieso mijn favoriete character van het nu. Heroes never die. Zij zegt daarin Heroes Never Die. En bij mij zei ze... Iets van helden sterven niet, of zoiets. Dat kan veel leuker. We hebben hier trouwens een checkpoint. Ja, volgens mij sta ik met mijn rug naar de enemies toe. Niet als de ander. Mooi, die is ook nee. Voor de rest, ik red me nog wel redelijk, maar... Ik weet niet hoeveel ik sta op dit moment, maar... Dat zal ik zo eens even kijken. Maar qua dat gaat het niet slecht met de character, maar... Thank you. Het is gewoon... Ja, ik weet niet. Minder spectaculair of zo. Ik verwacht iets meer van de characters. En dat, of meer van de characters. Ik verwacht iets meer van dit character, beter gezegd. Die andere characters zijn precies wat ik ervan verwacht. Precies wat ik ze ook wil hebben. Maar deze duurt... Ja... Team kill? I've got you in my sights. Dan rachen we in een rug, als dat werkt. Oké, okay, ik heb in ieder geval één dude gekillt. Iemand is me aan het healen. Oh god, auw, auw, auw. Heroes never die. Oké. Okay. Daar komt Pinky eraan. What the fuck? Mijn wapen schoot niet eens. Ah, nou wel. Er kwamen net echt gewoon niks, geen kogels uit. Dus even kijken als ik via hier naar boven kan. Er loopt hier wel iemand links. Hopen dat er niemand in mijn rug komt. Oh. Is dat te laat volgens mij? I've got you in my sights. Valt mee. Kom ik nou in een rug? Nee. Al die moeite voor niks. Great. Zal ik eens even op hem schieten, dat helpt wel. Zal ik jou ook eens even helpen? Mooi, die is ook neer. Die Mac is tenminste neer. Nou, zij nog. Zij is ook bijna dood. Waar is zij? Is ze nou weggerend? Nee, het zal wel. We lopen even om. Oh, oh. In mijn rug, in mijn rug. Overduidelijk in mijn rug. Je hoorde gewoon game over. En dan... Kuduf, duf, duf. Een of andere zware mech lopen. Mooi. Ja, maar ook niet met je schild.
Wel perfect. Schild beschermt dus echt niet tegen alles. Kutzooi. Het was... oh, we zijn gerevived. Nice, dank u. Het was er ook op wachten natuurlijk dat we gekilled zouden worden. Die iemand in de zijn. Het zou ook wel slecht zijn als we daar gewoon uren konden zitten. Oké, 10 seconds remain. Die heb ik ook. Fuck jou. Oké, nice. Victory! Ik ben benieuwd of ik in de highlights zit. Denk het niet. Het ging echt fucking slecht. We staan er wel tussen natuurlijk, omdat we nou gewonnen hebben. Play of the game. Nee. Ah, lief vogeltje. Nice. Mooie minigun ook. Geweldig. Even reloaden. Doorsprayen. Best killstreak, 11. Dat is wel netjes. Jee, ik heb 1 like voor 16 eliminations, blijkbaar. Ik wil mijn complete score zien. Kan ik dat nou niet meer zien? Of komt dat nog? Best killstreak, 8. Final blows, 12. Helix rocket kills. 16 eliminations hadden we dus nu. En ik ben 5 keer dood gegaan. Dat is zeker niet slecht, volgens mij. Dus dat was wel mooi. Wel op zich wel een fijn character om mee te spelen, maar voelt niet echt zo speciaal als de andere. Ik denk dat dat meer mijn ding ermee is. Het doet zijn werk wel. Je kunt gewoon lekker schieten naar eigenlijk op iedereen. Je hebt de rockets, je kunt jezelf healen. Qua dat op zich zeker niet slecht. Dus dat waren de 3 characters voor deze keer. En eigenlijk denk ik dat we in herhaling gaan vallen. En dat komt omdat ik volgens mij alle characters wel geweldiger vind. Elk character heeft iets wat het goed maakt. En dat hebben ze heel goed gedaan. Dus eigenlijk is het een heel goed teken dat ik alle characters wel leuk vind. Dan zijn we er nog lang niet trouwens, dus ik zal niet te voorbarig zijn. Maar ik denk dat ik ze allemaal wel leuk ga vinden. We zullen het zien in de volgende video wat ik van de volgende characters vind. En dan gaan we ook wat meer naar de grote lompelui toe. In plaats van alleen de soldiers. Ik ben benieuwd hoe dat speelt, als het echt totaal anders aanvoelt of niet. Ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben. Als je het leuk vond, vergeet dan niet even te liken. En dan zie ik je weer in de volgende video. Laters!